En de Daily Challenge gaat weer beginnen. Laten we eens kijken wat het ons vandaag gaat brengen. Hopelijk een beetje een aardige herkenbare locatie zoals... Licht in de duisternis. Oh boy. Goed, dit ziet eruit als Rusland. Ja, ik wou net zeggen. Dat is een naam die ik herken. Dat is naar het zuiden toe, zie ik dat goed? Naar het oosten toe. Dus, dan moet ik kijken naar deze. Zou dit de weg zijn waar ik dan op zit? Even kijken, want dit is een snelweg. Zit er dan toevallig een bord aan de andere kant? Nee. Even kijken. En dan zo'n rare N. Het zal wel een naam hebben, maar ik weet zo niet uit mijn hoofd wat de naam zou moeten zijn. En een rare N. Het zou eventueel ook nog hier beneden kunnen zijn natuurlijk. Maar dan moet het niet te ver weg zijn. Ik weet ook niet hoe ver dit daar vandaan. Ik zal eens kijken. Misschien dat ik even verder iets van een bord, nog een extra bord tegenkom. Zoals dit bijvoorbeeld. Dat staat hopelijk wel wat. Nee. Helaas. Was dit het misschien? Plus. Ik denk het wel, hè. N en B en... RPC. Ja, dit is het. Dus dan zou ik hier ergens zitten. Jo, 5000 scoren in Rusland. Dat zou echt bizar zijn. Even kijken. Zie ik ergens een bushalte? Nee, hè. Tenminste, volgens mij zit hier... Daar. Ik denk dat dat een... Zou dit... Ik denk dat ik er echt heel dicht op zit. Oh, het was wel veel... Oh, kijk. Dit is ook nog een afslag. Wauw. Hoog score in Rusland. What the fuck. En dit is... Ik hoop dat er hier iets op staat dat niet een... nog eentje naar achter. Snelheidslimiet 100. Dan is het niet Amerika. Dit is dan Canada. Nou hoop ik. Zie ik daar ook nog een bord staan? Wat zou dit kunnen zijn? Ik denk sowieso niet British Columbia. Ik denk dat het een van de middels van deze drie is. Dus Alberta, Saskatchewan en Manitoba. Het is niet Quebec of iets wat ernaast ligt. Ontario zou nog kunnen. Maar... daar zit ik op Ponyville hier.
Dit is dus, oké, 103. Vilna is hier 15 kilometer vandaan, dat is daar. Oké, top. En dat is naar het oosten toe. Toch, wacht even nog. Oosten inderdaad. Dus dan zou ik waarschijnlijk hier ergens zitten, of op een andere weg. Maar goed. Heb ik hier nog iets? Ah, damn it. Oké, wat is dit? Want dit is, denk ik, een wegrestaurantje. Dus als ik inzoom, durf ik het aan te zeggen dat dit is. En ik zat er natuurlijk iets voor, dus dan zou ik hier zitten. Nee, ik denk niet, want dit zit aan de andere kant. Dan zou ik hier zitten. Want ik ben natuurlijk naar achter gegaan. En ja, inderdaad. Maar nogmaals, ik weet niet of dit inderdaad racetrack gas is, hè? Ik doe dit alleen maar omdat ik denk dat dit dat is. Oh, 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 man, hoe dichtbij ga ik zitten? Ik krijg er 5000 punten voor. Next, oh boy, hier ga ik geen hoogscore krijgen, denk ik. Dat ik echt specifiek de plek ga vinden waar het is. Denk ik niet dat dit het antwoord gaat brengen wat ik wil dat het gaat brengen. Ja. Oké. Wacht, hangt daar een... Nee, ik dacht dat hier tussenin dat een vlag was. Maar dat valt ook wel weer tegen. Oké, dit... Nou, dat zit in ieder geval in een bepaalde regio, dus dat is wel een voordeel. Ik zou graag iets van een bordje zien. Ik denk dat dat, als ik dat goed zie, dat dat een Filipijnse vlag is. Als ik dat goed zie. Dus dan zou dat de Filipijnen zijn. Nou is nog de vraag waar. Ja, nou. Nogmaals, daar krijg ik gewoon geen hoogscore voor. Dat. Zo simpel is het gewoon. Het is bij een school in de buurt, ja. Dat kan overal zijn, zeg maar. Ik denk, als ik dan een gok moet doen, dat ziet er niet naar uit dat dit echt bij een, hoe heet het, dat dit echt bij bij een drukke weg in de buurt is, zo moet ik het zeggen, niet bij een bewoonde wereld, want het is wel bij een bewoonde wereld in de buurt natuurlijk, maar, ja. Ik durf dit zo niet aan te geven. Dat is het lastige bij zo'n... Nou, lastige... Dit zijn hele mooie en leuke locaties hoor, om te ontdekken. Laat me daar heel duidelijk over zijn. Maar... Ik durf niet te zeggen of het hier... Hier, hier of hier is, weet je. Dat... Ik zou gokken als het, dat het op zoiets ligt, zeg maar. Hier of hier, of misschien hier bovenin. Maar nogmaals, waarschijnlijk heb ik het mis. En ja, het zij zo, weet je. Dat
Daar verander ik echt niks aan. Ik hoopte overigens, want dan was ik ondertussen aan het wegklikken. Nee, het was hier, ja. Dat had ik echt nooit van het leven gevonden. Oké. Dit. Weet je wat ik denk dat het is? Het is gewoon weer de Filipijnen. Denk ik. Dit is wel iets meer. Ik zal eens even kijken, misschien. Your neighborhood water store. Ik had gehoopt dat er dan een ding zou staan. Hoe heet het? Een blub, zeg het eens. Een naam van een stad. Oh, wacht. Zou dit de naam zijn? Machelko? Hier. Nou ja, dan vind dat dan maar eens, weet je. Party list. Wat zijn er altijd veel, hoe heet het? Free YouTube, dat klopt, want in de Filipijnen is YouTube echt enorm. Nee, ik denk Ang Bangong. Zou dat verwijzen naar het eiland misschien waar het op ligt? Nee. Wacht, misschien. Nee. Ik had gehoopt dat ik een plaats zou vinden ergens hier. Misschien heb ik wel een plaats gezien, maar ja, weet je dat. Kommelek. Dan had ik gehoopt dat dat natuurlijk een plaats zou zijn. Oh, ik dacht dat het was. We zullen het over 16 seconden zien. Kommelek. Misschien dat dat niet. Nogmaals, misschien dat het ook wel weer geen plaats is, weet je. Het zat hier beneden. Was het pas Kommelek of dat andere was dat de plaats? Nee, het ziet er niet naar uit. Nee. Next. Dit is. Dit is niet wat ik dacht dat het was. Ja. Ik dacht dat het Texas of zo zou zijn, maar. Het is Turkije. Kijk, ja of jongen. Sorry. Ik in één keer zin. Wauw. Omgeving ziet er een beetje heuvelachtig en zo uit. Dus ik ga toch wel over het noorden. Nee, want het ziet er heel koud en heel koud uit, zeg maar. Nou, misschien dat dit. Oh nee, dat is gewoon een bord van. Pas op! Gevaarlijke bocht in aantocht. Ja, ik denk. Tenzij ik
Wat ik niet denk, hoor, want dit is gewoon een... Dit is gewoon een weg. Dit is een weg tussen twee dorpjes en... Misschien dat ik een van de dorpjes tegenkom, maar that's it, weet je. Ik bedoel, op een weg op platteland in Zeeland kom je ook niet constant van... Hey, nog zoveel kilometer naar... Turkije. Of nog zoveel kilometer naar Zierikzee. Dus ja, dat... Ja, dat zegt mij. En dan doet hij ook niks meer. Zo goed begonnen, zo slecht geëindigd. Maar slecht, slecht, slecht. Ik bedoel, die twee van de Filipijnen, daar kon ik sowieso niks vinden. En hier denk ik dat ik zelfs nog minder ga vinden. Ik zou ook niet weten waar ik naar moet gaan zoeken hier. Naar een naambordje, maar als die zo langzaam vooruit gaat, dan kom ik niet echt bij een naambordje terecht, eerlijk gezegd. Nou ja, weet je, dan gaan we gewoon terug. Gaan we kijken of we misschien de andere kant op nog wat aantreffen, maar ik denk het niet. Als het daar wel iets... Het lijkt op een dorpje. Oh man, had ik gewoon de andere kant op moeten. Damn it. Nou, het zijn zo, weet je, dat zijn van die dingen, daar kun je heel weinig aan veranderen. Waarom, hè? Oh, wauw, dat had ik echt niet verwacht dat het zo ver westelijk zou liggen. Echt niet. Nou ja, het is zoals het is. En de uiteindelijke score is net over de 20.000 punten. Met alleen die Turkse gok eigenlijk slecht. Maar goed. Hey, voor die Russische gok, graag meer van dit soort Russische plaatsen. Graag. Maar goed, dat was het weer voor vandaag en dan zeg ik tot morgen.